bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een beetje een ander soort video. Het heeft verder niks te maken met make-up of beauty. Als je benieuwd bent naar de make-up look die ik op heb, die heb ik gemaakt in mijn winter makeover video. Die staat al online op mijn kanaal. Maar ik ga het vandaag hebben over mijn planning. Hoe plan ik? Ik ben echt een planner. Ik ben geen persoon die last minute dingen doet. Ik plan alles vooruit. Ik hou er ook niet van als mijn planning in de war raakt. Ik ben gewoon echt een planning persoon. Dus toen ik ontslag had genomen van mijn baan en fulltime video's ging maken. Ik heb daar ook een video over gemaakt waarin ik een update heb gegeven met dat ik nou fulltime video's maak. En ik 4 keer per week upload. Toen dacht ik bij mijn eigen, ik moet een planner hebben. Dus ik heb heel het internet afgestruimd naar een goede planner. Ik ben uitgekomen op de Masha planner. Dat was ook een van de eerste planners die naar voren kwam. Hij is €25. Ik vond het een beetje duur. Dus ik heb echt nog even gezocht naar een andere. Die iets minder duur was. Maar wel had wat ik zocht. Kon ik helaas niet vinden. Dus ik ben toch beland gewoon bij de Masha planner. Deze had gewoon alles wat ik zocht in een planner. En ik wilde geen agenda. Ik wilde echt een planner hebben. Ik gebruik het wel ook als agenda. Ik gebruik het een beetje als een mix van een agenda en een planner. Maar een gewone agenda is te klein en heeft niet genoeg opties. Want ik schrijf ook op wat ik allemaal doe. En ik schrijf ook allemaal van die extra dingen op en zo. Ja, en dat kan bijna niet echt in een normale agenda. Dus vandaar dat ik een planner heb. En ik ga hem ook zo meteen laten zien en alles. En dan zie je ook gelijk het verschil met een planner en een agenda. Ik vind hem heel erg fijn. Ik ben nu op week 2 van mijn planning. Ik plan 1 maand vooruit. Dus ik heb al 1 maand gemaakt. En ja, maar ja, qua video's plan ik maar 1 week vooruit. Maar in mijn plannen plan ik 1 maand vooruit. En ik ben er echt heel erg blij mee. En ik ga vandaag laten zien hoe ik plan, hoe ik hem gebruik en al mijn tips en tricks omtrent plannen. Ik had dus op mijn Instagram verhaal verteld dat ik hem had besteld en dat ik hem binnen had. En ik kreeg berichten van, hey, kun je misschien een planning video maken? Ik persoonlijk had daar totaal niet aan gedacht. Ik was ook echt helemaal niet van plan. Maar kennelijk hebben mensen daar behoefte aan. Dus dan maak ik die video met alle plezier. Dus ik hoop dat iedereen weer geniet van de video. Ondanks dat het een beetje een ander soort video is dan normaal. Ik upload 4 keer in de week. Maandag, woensdag, vrijdag en zondag. Dus kom zeker terug voor een beauty video. Want de rest zal weer gewoon beauty zijn. Nou, laten we gewoon snel gaan beginnen met de planning. Nou, hier in beeld is eventjes mijn vlogcamera, want ik ga deze video vanuit 2 hoeken filmen, zodat je gewoon goed kunt zien wat ik nou echt laat zien, in plaats van steeds dit boek omhoog te moeten houden. Dat werkt zo niet, dus die is even hier in beeld, want dat moet wel, anders is hij niet close genoeg. Dus ik ga even laten zien hoe ik mijn Masha planner gebruik. Ik ga eerst vertellen hoe de planner eruit ziet, hoe die in elkaar zit, de extra dingen die ik toch een beetje miste en erbij heb gedaan. En dan ga ik vertellen over hoe ik nou precies mijn week inplan. En met 4 YouTube-video's in de week, plus nog Instagram-content, plus nog samenwerkingen, heb ik echt een planner nodig. Want alles zat in mijn hoofd en het was echt way too much. Nou, dit is dan de Masha planner. Je hebt hem in 3 kleuren en ik heb hem in de blije kleur genomen, want ik hou van blije kleurtjes. Op de achterkant heb je ook gewoon weer diezelfde kleurtjes. Wat ik erbij heb gedaan is een pen. Die heb ik zo heel handig hier achterop erbij geklikt. Pak een pen die zo een haakje heeft. Want dat is wel handig. Want dan kunnen we hem gewoon zo hierin vasthaken. Super handig. En wat ik ook erbij heb gedaan is een touw. Want dat miste ik ook. Want ik kon niet echt zien ja, waar ik nou was gebleven. Dus ik heb de touw aan de buitenkant vastgemaakt. En dan kan ik zo waar ik was gewoon de touw erin doen. Dus dat heb ik ook erbij gedaan. Nou, als je hem dan openmaakt. Het eerste wat je ziet is een plastic vakje. En hier zit van alles in. Super cute. Ten eerste heb je 2 handige postblaadjes of hoe je het ook kunt noemen. En hier staat op Weekend Happiness. En hier staat op A Beautiful Day. En ja, je kunt hiermee doen wat je wilt. Naar iemand sturen of whatever. Je hebt ook een handig schriftje. Die vind ik heel erg handig. Je kunt daarin schrijven wat je wilt. Bijvoorbeeld, ik had hier 5 video-ideeën opgeschreven. Maar ik wist nog niet wanneer ik ze wilde inplannen. Of wat ik ermee wilde doen. Dus toen heb ik het gewoon super handig hier opgeschreven. En erna ingepland in mijn planner. Maar je kunt hiermee echt doen wat je wilt. En dan hier heb je nog 2 blaadjes met super handige stickertjes. Deze zijn super handig en mooi. Ook hiermee, je kunt ermee doen wat je wilt. Je hebt hier van A tot Z. Kun je ook gewoon plakken in je planner. En hier heb je allemaal van die dots in het klein, medium en groot.
hartjes, sterretjes die ik ook al 2 keer heb gebruikt zoals je kunt zien. Dus dat is hartstikke leuk. Plus je kunt hierin doen wat je wilt. Als je iets anders erin wilt doen, dat kan ook gewoon. Whatever you wanna do. Dan kom je bij contact. Ik heb gewoon mijn naam hier gezet met een klein hartje erbij. En dan hier staat hashtag Masha Planner. En dan begint de planner met de maanden. Dus best wel breed. Deze gebruik ik niet. Het enige in de agenda wat ik niet gebruik. Maar ook hiermee kun jij gewoon heel breed plannen. Whatever you want to do. Maar deze gebruik ik dus niet. En dan hier staat maand. En dan kun je gewoon de maand invullen waar jij bent of wat je wilt doen. En dat is dus het handige aan dat het een planner is, maar geen agenda. Want je kunt gewoon alles inplannen. Aan een agenda moet je je echt vasthouden aan de maanden. En nou plan jij er gewoon in. Als jij hier maand augustus wil doen, dan kan dat gewoon. Whatever you want. Ik ga even gelijk door naar achteren, want hier zitten ook nog een paar handige dingen in. Hier heb je hele leuke stickertjes met holiday, weekend, vlaggetjes. Die heb ik ook al 2 gebruikt. Hartjes en echt van alles. Getalletjes. Je kunt die gewoon gebruiken voor wat jij wilt. Hier heb je het ook, maar dan gewoon in een andere kleur. Ook hier heb ik al de hartjes gebruikt. Hier heb je handige stickertjes waarmee je in je planner een extra vakje kunt maken. Maar dat ga ik straks laten zien. Hier heb je ook hele handige stickertjes met to go, birthday, to buy, to travel en to do. Die 2 gebruik ik het vaakste. Die heb ik ook al allebei 4 keer gebruikt. Of ja, deze 4 keer en die 3 keer. En dan hier heb je de maanden zoals ik liet zien hier in het begin dus. Kun je dus de maand doen en dan kun je gewoon een van die pakken en dan gewoon de maand daar plakken. Dat is wel leuk. Nou, en dat was het dan allemaal qua extra shizzle. Nou, zoals ik al zei, deze gebruik ik niet. Wat ook handig is, is als je nou een foutje maakt, je kunt dan gewoon het blaadje eruit scheuren. En dan is het gewoon alsof er niks aan de hand is. Ook weer met een agenda, als je er een blaadje uitscheurt, dan mis je echt een hele stuk week of maand of whatever. En dat heb je dus met de planner niet. Nou, ik ga even verder, want deze kant gebruik ik niet. Hier komt het dus per week. En deze gebruik ik wel. Hier is dus week 1 voor mij. Deze heb ik al gebruikt. Ik heb dus hier gezet maand november. Heb ik zo geplakt met een stickertje. En dat heb ik gedaan voor 4 weken. Allemaal november. Ik plan het gewoon 1 maand vooruit. Ja, dit was het dan. En dan heb ik hier gezet maandag 4-11. Dus 4 november. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaat het gewoon zo helemaal door tot het einde van de week. Nou, wat heb je hier allemaal? Hier heb je gewoon 1 hele dag. En dan heb je hier allemaal van die vakjes. En je kunt daarmee doen wat je wilt. Wat ik dus heb gedaan is dat ik gewoon hier inplan wat ik moet doen die dag. Hier plan ik in to do, dus andere dingen. Hier plan ik echt mijn video's alleen in. En dan hier bijvoorbeeld, hier had ik een samenwerking met de Kruidvat. En ik moest hun vandaag de statistieken sturen. Dus dan maak ik daar een aparte to do van. En hieronder doe ik allemaal to go. Dus maandag had ik een gezichtsbehandeling, daar moest ik heen. Donderdag had ik een beauty event van MUW waar ik niet meer ben heen gegaan, want het was in Amsterdam en ik kom uit Brabant en het was midden in de spits. En als ik vanuit hier naar Amsterdam moet gaan, is dat 2 uur. Plus het was bij de grachten en dan kan ik ook weer niet parkeren. Dus het was way too much effort. Dus ik ben niet meer gegaan. Maar ik had wel echt graag willen gaan. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar alle events zijn altijd in Amsterdam. Dus ja. En hier heb ik werkgeld. Ik werd dus nog 1 keer betaald vanuit mijn oude kantoorbaan. Dus dan heb ik hier gezet met een goud sterretje van ik krijg geld. Dus dat vind ik dan leuk. Dus dan heb ik er een goud sterretje bij gedaan. Dan heb je hier bij elke bladzijde nog een extra kolom met notes. Daar kun jij in plaatsen whatever you want. Wat ik hier plaats is welke video's die week online komen. Dus die heb ik al gemaakt, heb ik al ingepland. En dan heb ik hier staan, maandag kwam er een Get Ready With Me. Woensdag kwam de Spa Advent kalender van de Action online. Vrijdag heb ik allemaal make-up getest. En zondag heb ik de W7 Advent kalender unboxed. Dus zo hou ik bij welke video's die week online komen. En zo heb ik dus alles ingepland. Maandag moest ik 1 YouTube video maken. De anti-haul video. Ik schrijf er ook altijd bij welke video ik ga maken. Hier heb ik dus de anti-haul video gemaakt. Die staat ook al online. De volgende dag had ik
ingepland om Max en More video's te maken. Ik heb een samenwerking met hun en ik maak elke maand content voor hun. Ik moest 7 kwastenfoto's maken voor mijn kwastenlijn. Ik moet ook content maken voor de kwasten voor de Sarah Marie Cosmetics Instagram. En ik moest een video maken van de Sarah Marie Cosmetics Body Kabuki Brush. En ook dat is weer content voor Instagram. Woensdag had ik ingepland om 3 YouTube video's te maken. De Pixie make-up video, waarin ik allemaal Pixie make-up heb getest. Mijn winter shoplog en de unboxing van de Easy Paris kalender. Hier zie je dus een pijl staan, want ik heb deze 2 omgedraaid. Dus dit allemaal toen gedaan en dit heb ik toen gedaan. Op donderdag stonden er ook weer 2 video's in de planning. De Revolution Pro paletje en een unboxing van de Action Max & More kalenders. En op een vrijdag had ik ingepland om Instagram content te maken. Voor Instagram plan ik niet van tevoren wat ik ga maken. Dat maakt niet uit. Gewoon die dag plan ik gewoon in. Oké, ik ga vandaag een make-up look maken. Of ik ga een maskertje opdoen. Of whatever I like. Dus qua Instagram plan ik niet in wat voor video ik precies ga maken. Maar voor mijn kanaal wel. En dan komt het weekend. Mijn weekenden zijn gewoon weekend. Daar plan ik verder niet echt iets in. Dus daar heb ik niks. En elke zondag plaats ik op mijn Instagram, op mijn verhaal, een overzicht van alle video's die ik op mijn kanaal heb geplaatst. Voor als iemand iets heeft gemist en het toch nog wil zien, dan staat er gewoon een overzicht van de 4 video's die ik die week heb geplaatst. Dus alle video's die ik nou heb gemaakt in die week, die komen dan online in de next week, zoals je hier kunt zien. Dus maandag kwam de action video, woensdag kwam de anti-haul, vrijdag kwam de Easy Paris unboxing en zondag kwam de Pixie make-up video. En ook hier weer is de planning gewoon als afgelopen week. Op zich verandert er niet echt veel. Ik was een beetje in de war met mijn video's en wanneer ik ze wilde uploaden en wanneer het handigst was. Dus ik heb hier een aantal dingen door moeten krassen. Als jij nou echt superveel hebt gekrast en het is echt een bende, je kunt dan zo, als ik ook al zei in het begin, gewoon 1 blaadje eruit scheuren en dan gewoon opnieuw beginnen. Heb ik niet gedaan, want ik had het al helemaal vol en ik wilde niet weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, ook weer hier zie je een maandag 11/11, weer die november sticker. Hier moest ik voor Instagram content maken, een everyday make-up look. Die maak ik dan voor Instagram, maar ik heb ook al zo'n look staan hier op mijn kanaal, mocht je die willen zien. Ik moest weer 7 kwastenfoto's maken, dat moet gewoon elke week, want dan heb ik gewoon elke dag content. En ik moest BE content maken, dat is voor BE make-up. Dinsdag had ik weer 2 video's ingepland, de winter makeover en de mashup planner video. Die maak ik dus nu. Dus ik hou mij helemaal aan die planning en die winter shoplog video heb ik dus net gemaakt. Vandaar deze make-up look. Morgen moet ik dus opmaken met een adventkalender. Even kijken, die video is al online volgens mij als deze video komt. Donderdag moet ik weer Max & More video's maken. Dat moet ik elke week. Vrijdag moet ik weer Instagram content maken. Ook dit bepaal ik pas die dag wat ik dan maak. En ik heb hier onderaan ook een to-go staan. En dat is nagels. Ik moet dus mijn acryl gaan bijwerken. Ik vind die stickertjes ook echt super handig. Want ze vallen op. En dan valt het echt op van, hey, je moet nog iets doen. En dan is er weer weekend. En daar plan ik ook weer niks in. En dan is zondag moet ik weer op mijn Instagram verhaal een overzicht plaatsen van de 4 video's die ik die week op mijn kanaal heb geplaatst. En hier staat dan weer welke video's online zijn gekomen. De week van 18 november heb ik nog niks ingepland. Ik weet al wel welke video's online gaan komen. En dat is onder andere de video die ik nu maak. Ik heb nog geen video's ingepland, want dat moet ik nog gaan bedenken. En wanneer ik weet welke video's ik wil gaan maken, plaats ik het weer hier. En die komen dan de volgende week online. En dat zet ik dan weer hier. Alles wat ik al wel weet, vul ik al wel gewoon gelijk in. Zoals dinsdag moet ik weer BE content sturen. Hier op een zondag krijg ik mijn YouTube geld. Alles omtrent geld dat ik krijg, zet ik er een goud sterretje bij. Want dat vind ik wel leuk. En dan de next week, dat is de laatste week van november. Dus voor de rest heb ik ook nog niks staan. Hier heb ik ook nog geen video staan. Maar wat ik wel al heb staan is dat ik op 28 november moet ik mijn BE content plaatsen op mijn Instagram. En ik heb hier van die vlaggetjes gedaan. Want mijn vriendin gaat trouwen. En ik heb hier dus haar hennafeest. En hier op zaterdag is echt haar bruiloft. En ik weet dat ik normaal in het weekend geen video's maak. Maar ik heb nou een uitzonderingetje gemaakt. Want ik wil dan, wanneer haar bruiloft is, wil ik een get ready with me maken
voor een bruiloft. En dan zorg ik ervoor dat ik dan in plaats van zaterdag gewoon een andere dag in de week vrij ben. Want ik vind het wel echt belangrijk om echt wel 2 dagen in de week gewoon vrij te hebben. Zondag 1 december. Ik moet altijd aan het einde van de maand mijn administratie doen en naar mijn boekhouder sturen. Dus dat heb ik hier staan. En weer gewoon een overzicht op mijn Instagram verhaal van weer de 4 video's die ik op mijn kanaal heb geplaatst. Dus voor de rest heb ik nog niks staan. Rond het einde van de maand ga ik beginnen aan de volgende maand, december. En dan plan ik het weer zo 1 maand vooruit. En dat is een beetje hoe ik plan. En ik vind dit echt ideaal. En ik hoop dat iemand hier ook wel iets aan heeft. En je hebt echt superveel, zoals je kunt zien. De planner is echt groot en dik. Hij is echt een geweldig formaat. Dus ik raad hem echt zeker aan. Oké, mensen, de batterij van de grote camera was leeg. Dus ik heb even de batterij vervangen. Nou, dan hier op het laatste heb je nog allemaal van die grote bladzijden met notes. En hier kun je opschrijven whatever you want. Ik heb er nog niks opgeschreven. Want ja, ik heb gewoon nog niks wat ik hier kan schrijven. Maar je hebt er echt best wel een boel. En allemaal weer zo een andere kleur. Dus je kunt hier ook nog van alles schrijven wat jij zou willen. Dat mag jij helemaal zelf bepalen natuurlijk. Dus ja, dit is hoe ik mijn planner gebruik. En ik vind hem echt ideaal. En ik raad hem echt zeker iedereen aan. Nou mensen, dit is dan hoe ik mijn weken plan. Hoe ik alles inplan. En ik vind dit echt een ideale methode. Want nou raak ik niet in de war. En ik weet wanneer welke video komt. Dus ik hoop dat iemand hier weer iets aan heeft gehad. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!